Tom, we zitten hier voor een Xbox One klassieketje. De Forza franchise is natuurlijk al heel lang bekend bij de Xbox. Ja. Ja, Forza Horizon 3. Het borduurt eigenlijk voort op Forza Horizon 2, maar wat doet het wel nieuw? Nou, allereerst, het is niet meer alleen een Xbox klassieker. Het is nu ook gewoon op PC te spelen. 10, het valt natuurlijk Windows 10 in het Play Anywhere dingetje. Dus je kunt de game, als je hem op Xbox hebt, heb je hem ook op PC. En andersom. Maar het ding is, terwijl we dit opnemen komt de game pas net uit en de PC-versie werkte nog niet, maar de Xbox One-versie wel en die is fantastisch. Gewoon we zijn klaar. Klaar. Kijk, Michiel heeft natuurlijk de geschreven review gedaan, maar jij hebt de game ook al uren gespeeld, dus jij kan ook gewoon praten over Forza Horizon 3. En begin gewoon even met welke dingen hebben ze vernieuwd? Nou, wat ze dus vooral wat nieuw is de setting. Want natuurlijk, Forza Horizon 2 was een fantastische arcade racer, maar die speelde zich af in een soort van nep Italië, Sicilië-achtig iets. Nu gaan ze naar Down Under, ze gaan naar de Outback. En dat is dus gewoon Australië. Dus de setting is heel erg nieuw. Die is grofweg dezelfde grootte, maar er zijn meer wegen om op te rijden eigenlijk. Okay. En de variatie is veel groter, want Sicilië was gewoon, weet je wel, wijnveldje hier, wijnveldje daar en een bergje misschien. En nu is het echt de jungle, mooie van die woestijnpasses overal, stukje stad, stukje boerderijen aan het strand. Kangaroes zitten erin, dingo's zitten erin. Het is een hele gevarieerde, super mooie omgeving. Ik heb nog geen didgeridoo gehoord en daar ben ik wel, een minpunt. Ja, heel top hoots op de soundtrack natuurlijk, Australische rapgroep die iedereen kent. Dat ene nummer. Je geloof me, je kent het, dat ene nummer. Hoots up, hoods up in this bitch. And we're punk leaders, punks you can't beat us. We bump and pump meters, we drunk, you chumps need us. Ja, anyway, die zitten er dus ook in. Ze gaan heel Australisch en dat is leuk, want die setting is gewoon veel gevarieerder. Ja, maar wat doet het met de gameplay qua auto's, qua gevoel, qua nieuwe features? Echt nieuwe features zijn wat schaars. En daar was Michiel het met me eens op de preview, of op de review. En ik heb in de preview ook al genoemd van, volgens mij zijn het niet al te veel nieuwe toevoegingen. Ja. En dat is ook zo, dat hebben we wel gemerkt. De game pakt letterlijk wat Forza Horizon 2 heel goed maakte. Dus veel auto's, veel fun en eigenlijk visueel zijn ze in de hut heel erg hetzelfde gebleven. De insteek is hetzelfde van, je hebt een festival en je gaat van hot naar her. Er zijn altijd wat dingetjes te doen. Dat heven ze echt helemaal over. Wat er dan vooral nieuw is daarin, is het is iets socialer geworden. Jij bent nu meteen de baas van het Forza Horizon Festival. Okay, dat wil dus zeggen dat jij een beetje à la Drive Club races uit mag stippelen voor jou om in te racen, maar dus ook voor je vrienden om in te racen. En je rijdt in een soort van crew, een soort van clubje, jouw possie waarmee je veel racet. Dat zijn de drivatars die je oppikt van andere spelers, dus dat kunnen je vrienden zijn. Dus dat is wel geinig, dat ook al zit je in een singleplayer ervaring, je rijdt natuurlijk altijd tegen die drivatars, maar nu kun je ook echt zeggen van, Michiel zit toevallig dan in mijn crew, zeg maar, omdat hij al flink wat geraced heeft. En als meer gamers, net bezoekers, de game gaan spelen, dan kan ik ook daar weet je van, jij bent een goede racer, dan mag jij bij mij in het team. Oh, dat zijn wel die sociale features. Plus natuurlijk auction houses terug. Het is een tijdje verdwenen uit de Forza franchise dat jij een auto koopt, je pimpt hem, je tunt hem heel goed, je zet er een decal op en dan zet je hem vervolgens te koop op de marktplaats. Okay, en dan hoop je dat mensen erop gaan bieden. Dus het pakt alles van Forza Horizon 2, het doet een aantal nieuwe dingen, maar het zijn geen revolutionaire van wauw, mind is blown nieuwe toevoegingen. Maar verder, qua gameplay, is daar nog wat anders aan of voelt het gewoon echt als de vorige Forza Horizon? Qua gameplay en hoe de auto's besturen is het letterlijk Forza Horizon 2. En dat is wel een hele goede formule, want het is eigenlijk is het alle physics van de Forza Motorsport serieuzere delen. Maar dan zo getweakt dat je er wat meer lol mee kunt hebben. Dus het is natuurlijk super onrealistisch dat een Lamborghini Centenario door een wijnveld heen rijdt of door een bananenplantage, weet je wel. Dat is natuurlijk
pure bullshit. Maar ergens zitten dus de Forza mechanieken verborgen in het tunen, wat je dus ook kan doen. Ja, ja. Maar het is natuurlijk wel, je kunt offroad, je kunt veel meer driften, tegen een auto aantikken of door een boom heen rijden, doet niet te veel schade aan je. Dus dat zijn van die dingen waarmee ze het wel heel arcade doen. Het is letterlijk een voortzetting van Forza Horizon 2, wat al heerlijk wegreesde. Maar mis je dan niet een bepaalde vernieuwing? Kijk, ik snap dat ze het concept overheven omdat het gewoon werkt. Never change a winning team, natuurlijk. Ja. Maar mis je niet iets dat je denkt van, ja, het is een lekkere game met een andere setting, maar eigenlijk is het gewoon een soort van DLC-pakket. Nee, ik zou, een DLC-pakket gaat iets te ver, maar je hebt ergens wel gelijk, voor de mensen die het vorige deel ook hebben gespeeld, Forza Horizon 2, lijkt het heel erg veel op elkaar. En ook de nadelen van Forza Horizon 2 komen ook weer terug. Dus je had eigenlijk wel iets meer vernieuwing gewild. Bijvoorbeeld, je hebt die showcases. Zijn super vet, zijn hele handcrafted races die uit zijn gestippeld super gaaf. Weet je wel, racen tegen een aantal speedboten is bijvoorbeeld fantastisch. Dat is wel vet. Jij springt over die speedboten heen, je gaat een stukje mee door het lage water en zo. De speedboten springen over jou heen. Fantastische ervaring, ontzettend leuke race. Maar van die showcases zijn er, net als in Forza Horizon 2, maar een paar voorbeelden. En voor de rest ben je gewoon heel veel races aan het racen die gewoon een beetje randomly generated zijn. Of in ieder geval zo voelen ze. Het is vet dat je een stukje asfalt pakt en daarna met z'n allen in dikke buggies over de duinen heen racht en zo. Super gaaf, maar die races voelen een beetje aan als een soort van filler na die showcase events. Waar er dus wel iets meer van in hadden gemogen. Of iets meer races die echt iets met je doen. Want ja, je hebt nou ook een beetje stunt jumps tussendoor en je hebt drift zones nog steeds en bepaalde regio's waar je iets kan doen. En geloof me, er is altijd iets te doen in die game. Ja. Maar te veel ervan voelt een beetje zo van, dit ken ik al, dit heb ik al gezien. Ik ben gewoon voor de zoveelste keer een niet zoveelzeggende race aan het spelen. Ook al heb ik hem zelf gemaakt. Ja. Hetzelfde ook met de bucketlist. Bucketlist zijn enorm leuke dingen, maar als je ze zelf maakt is het een beetje zo van, ja, dat is drie waardes invoeren en de game maakt voor jou een item. En dan denk je, is dat zo vernieuwend? Je kunt het niet echt volledig zelf maken. Want de bucketlist dingen zijn heel leuk, weet je wel. Het gaat echt over van, pak deze ontzettend snelle auto en rij van in 2 minuten van deze Outback locatie naar het strand. Superleuk, met een speciaal nummer ook erbij wat erbij is gezet. Maar als je die zelf gaat maken, denk je niet van, wauw, dat was intens. En dat is nou zijn echt een beetje de races uit bijvoorbeeld wat oudere Need for Speeds. Ja, nou ja, sowieso. Van binnen 2 minuten daarheen. Ja. Wat heel veel racegames zijn. Beetje Midnight Club-achtig. Waarbij het gewoon is van, rij maar ergens doorheen. Maar goed, dat is hetzelfde met Forza Horizon 2. Die hadden een heleboel races, maar ook veel dat je denkt van, ik ben veel hetzelfde aan het doen. Maar desalniettemin is dat ook gewoon heel leuk, want je hebt echt meer dan 400 auto's. Er zijn honderden races om te zien, er zijn iets van 400 wegen om te verkennen. Overal zijn borden om kapot te smashen, bucketlist items om te doen, plekken om online mensen mee te meeten en een race met hun te doen. Een co-op campaign. Weet je, er zit wel ontzettend veel in, maar je moet jezelf er wel even toe zetten om ook echt alles te doen, want heel veel dingen kunnen een beetje herhalend aan gaan voelen. Maar desalniettemin is het racen gewoon fantastisch. Ja, dat is waarschijnlijk het belangrijkste. En sowieso, de nieuwe setting is natuurlijk wel altijd heel erg vet. Veel vette muziek erin. Zit het hippiebusje erin? Het hippiebusje, en dit is vreselijk. Een tragedie. Volkswagen zit niet meer in de game. Oh. En dus het hippiebusje wat er in Forza Horizon 2 met trots in kwam, is verdwenen. En er zijn wel een aantal busjes die een beetje proberen die leegte te vullen. Ja. Maar jammer, ik had in Forza Horizon 2 een fantastisch hippiebusje met gamersnet bestikkering erop. Dat was echt een van mijn leukste dingen om in rond te rijden. Dat gaat dus niet meer, want Volkswagen en Forza zijn niet meer buddies of zo. Ik weet het ook niet. Ontzettend helaas, jammer. Maar verder een solide game. Solide race game. Oprecht een van de leukste arcade racers die je nu kan wensen. En net als met Forza Horizon 2, mijn tagline is echt gewoon de meeste arcade fun in een racer sinds, zeg, Need for Speed Underground 2 of een Burnout Paradise. Het zit ontzettend veel content in, ontzettend veel auto's, leuke muziek, lekker racen. En om Michiel te quoten met zijn review, pure fun down under. Nou, je hoort het.